In augustus 1945 komt er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Japan geeft zich over en moet zich dus onder andere terugtrekken uit Vietnam. Ho Chi Minh maakt van dat moment gebruik om de onafhankelijkheid uit te roepen voor Vietnam. De Japanners zijn weg en de Fransen zijn immers nog niet teruggekomen en dit is dus het perfecte moment om dat te doen. Maar de Fransen zijn het daar niet mee eens. En ze komen dan ook al snel terug en er breekt een oorlog uit tussen de Viet Minh en Frankrijk. En de hele wereld hield Ho Chi Minh voor gek. Hoe zou zo'n klein ongeorganiseerd boerenleger van de Viet Minh op kunnen tegen zo'n grootmacht als Frankrijk? Maar Ho Chi Minh sprak naar de wereld over de tijger en de olifant. En hij zei: het zal een oorlog worden tussen een tijger en een olifant. Als de tijger stilstaat, zal de olifant hem met zijn machtige slagtanden vernietigen. Maar de tijger staat niet stil. Overdag schuilt hij in de jungle en 's nachts komt hij eruit. Dan springt hij op de rug van de olifant, scheurt grote brokken vlees uit zijn huid en verdwijnt weer in de ondoordringbare jungle. En de olifant zal doodbloeden. De olifant, het grote sterke beest, is Frankrijk, dat grote sterke land. En de tijger staat voor de Viet Minh. Een beest dat in het open veld geen schijn van kans zou hebben tegen een olifant, maar door de hele tijd korte snelle aanvallen te doen en gebruik te maken van de jungle, kan een tijger toch winnen van een olifant. En zo zou de Viet Minh ook gaan winnen van Frankrijk, dacht Ho Chi Minh. En hieruit blijkt dus dat die oorlog tussen de Viet Minh en Frankrijk dat een guerrilla-oorlog was. Een oorlog waarin gebruik wordt gemaakt van korte, snelle aanvallen om de tegenstander telkens weer te verrassen. Die oorlog duurt zoals je ziet in totaal dus 8 jaar. En gedurende die periode krijg je zowel de Viet Minh als Frankrijk steun van andere grootmachten. Viet Minh krijgt vanaf 1950 steun van China en de Sovjet-Unie. China is een jaar eerder communistisch geworden en besluit de Viet Minh actief te gaan steunen. En de Sovjet-Unie kan dan natuurlijk niet achterblijven. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Die zien dus dat die communistische Viet Minh gesteund wordt door de communistische landen China en de Sovjet-Unie. En de Verenigde Staten besluiten dan ook dat zij Frankrijk moeten gaan steunen. En ondertussen duurt die bloedige oorlog maar voort. Tot 1954. Dan vindt de slag bij Dien Bien Phu plaats. En Dien Bien Phu ligt in het noorden van Vietnam, in een vallei. En dit gedeelte wat we hier op de afbeelding zien was in handen van de Fransen. Zij hadden hier een legerbasis met een klein vliegveldje erbij. En van daaruit probeerden zij de omliggende gebieden te controleren. Maar ondertussen waren die omliggende gebieden steeds meer ingenomen door de Viet Minh. En uiteindelijk kwam het in maart 1954 tot een slag tussen 50.000 Viet Minh strijders en 16.000 Franse soldaten. En langzamerhand moesten de Franse soldaten terrein prijs gaan geven. Hier zien we het gebied van boven. Het gebied binnen de grijze lijnen is het gebied dat in handen is van de Fransen. En als je rechts op dat kaartje kijkt, zien we dat op 13 maart, als de slag begint, de Fransen het hele gebied nog in handen hebben bij Dien Bien Phu, maar dat zij langzamerhand worden teruggedrongen en dat al op 30 maart de Fransen eigenlijk in tweeën worden gesplitst. En Viet Minh wint steeds meer terrein. En uiteindelijk moeten de Fransen zich overgeven. Ze kunnen het niet volhouden en hiermee verliezen ze ook de oorlog tegen de Viet Minh. De Fransen worden definitief verslagen bij Dien Bien Phu. Ondertussen waren er al voorbereidingen getroffen voor vredesbesprekingen. Die zouden plaats gaan vinden in het Zwitserse Genève. En hier zien we die vergadering. En alle grote landen waren daarbij aanwezig. De Verenigde Staten, China, de Sovjet-Unie en natuurlijk Ho Chi Minh namens de Viet Minh. En het eerste wat er afgesproken werd in Genève was de formele wapenstilstand tussen de Fransen en de Viet Minh. Maar daarnaast werden nog een drietal andere belangrijke zaken afgesproken. Vietnam zou tijdelijk verdeeld worden langs de 17e breedtegraad die het land in tweeën splitste. Het noorden zou onder controle komen te staan van de Viet Minh, dat zou dus communistisch worden. En het zuiden, dat zou democratisch en kapitalistisch blijven. De tweede bepaling ging ervan uit dat geen van die beide delen, zowel Noord- als Zuid-Vietnam, zich niet mochten aansluiten bij militaire bondgenootschappen of dat zij militaire bases van andere landen op hun grondgebied mochten toelaten. Ze moesten dus neutraal blijven. En de derde bepaling, die ging over de toekomst, want 2 jaar nadat de akkoorden van Genève waren afgesloten, zouden er nationale verkiezingen worden gehouden, waarna het land herenigd zou worden. We zullen eens even gaan kijken naar de reacties van de verschillende landen. Eerst communisten. We beginnen met Ho Chi Minh, die nu dus Noord-Vietnam vertegenwoordigde. Ho Chi Minh was blij dat hij de Fransen had verslagen, maar hij was niet blij met de uitkomst van de akkoorden van Genève. Want Vietnam werd niet herenigd en dat was zijn doel.
Hij wilde één onafhankelijk Vietnam en nu was het in tweeën gedeeld. En bovendien was het grondgebied dat de Viet Minh in handen had na die strijd tegen de Fransen veel groter dan het uiteindelijke Noord-Vietnam, waar ze nu de controle over kregen. De Viet Minh moest grote delen van Zuid-Vietnam opgeven. Toch moest Ho Chi Minh instemmen met de Chinese akkoorden, want hij werd daartoe gedwongen door de Chinezen en vooral door de Russen. Die waren namelijk wel allebei erg blij met de uitkomst van de Chinese akkoorden. De Chinese leider Mao was heel blij dat het aan de zuidgrens van China nu rust was. Er lag een communistische staat aan de zuidgrens en daardoor was China beschermd tegen het kapitalisme, dacht Mao. Bovendien was die staat nu ook weer niet zo sterk dat hij op eigen benen kon staan en Noord-Vietnam bleef afhankelijk van China. China kon dus de boel blijven controleren. Nou, Mao was tevreden, de Russische leider Khrushchev was ook tevreden. Want uiteindelijk was het niet uitgelopen op militair conflict met de Verenigde Staten. In het licht van de Koude Oorlog konden de Russen dat niet gebruiken, een directe militaire confrontatie. En bovendien dacht Khrushchev, als over 2 jaar die verkiezingen zijn, dan wordt Vietnam alsnog communistisch. Dus we moeten alleen maar even geduld hebben. En hier zie je dus ook precies de redenen staan waarom de Chinezen en de Russen Ho Chi Minh dwongen om de akkoorden te accepteren. Nou, hoe zit dat dan met de andere kant, met de Amerikanen? De Amerikaanse president Eisenhower die we hier zien, die was ook wel blij met de uitkomst. Want er was in ieder geval voorkomen, oh en ik zie dat ik een typfout heb gemaakt, voorkomen moet dat natuurlijk zijn. Er is in ieder geval voorkomen dat heel Vietnam communistisch is geworden. En dat was al heel wat. Want net voordat de conferentie van Genève was begonnen, maakte Eisenhower zijn domino-theorie bekend, die we ook al in een ander filmpje voorbij hebben zien komen. Die theorie dat als er één land in Zuidoost-Azië communistisch zou worden, de buurlanden zouden volgen. Dus er moest volgens Eisenhower koste wat kost voorkomen worden dat Vietnam communistisch zou worden. En nu was in ieder geval niet heel Vietnam communistisch geworden, want het zuiden was vrij. Maar de Amerikanen gingen een stap verder. Want al die bepalingen werden op papier gezet, maar op het moment dat er getekend moest worden en de akkoorden bekrachtigd moesten worden, gaven de Amerikanen niet thuis. Ze weigerden de slotverklaring te tekenen waarin een datum werd genoemd voor die verkiezingen in 1956. Officieel zeiden ze dat ze dat deden omdat ze niet geloofden in een eerlijk verloop van die verkiezingen. Feitelijk waren de Verenigde Staten bang dat als er die verkiezingen zouden komen in 1956, de Vietnamezen massaal voor het communisme zouden kiezen. De Russen en Chinezen lieten dat maar even zo. Ze wilden geen ruzie met Amerika uitlokken en Ho Chi Minh had dat dus ook maar te slikken. Maar de Amerikanen gingen zelfs nog een stap verder. En nu komt er iets dat alleen voor de VWO-leerlingen geldt. De HAVO-leerlingen hoeven dit niet op hun examen te kennen, maar ik moet het toch even noemen. Want wat deden de Amerikanen? Ze richtten in Zuidoost-Azië een defensief bondgenootschap op, de Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie, de ZOAVO. Dat waren een aantal anticommunistische landen daar in de buurt. En je ziet op het kaartje hier links welke landen dat zijn. Dat zijn die paarse gebieden. En die besloten om militair samen te gaan werken. Zij zouden samen militair terugslaan als er communistisch gevaar zou dreigen in de regio. Zuid-Vietnam mocht geen lid worden volgens de akkoorden van Genève en deed dat dus ook niet. Maar de ZOAVO zei wel dat Zuid-Vietnam altijd op steun kon rekenen van de ZOAVO, mocht het nodig zijn. En hoewel ze zich op papier dus aan die akkoorden van Genève hielden, deden de Amerikanen in de praktijk iets heel anders. Namelijk de druk op het communisme opvoeren. Nou ja, wat zijn dan precies de gevolgen voor Vietnam? Het belangrijkste gevolg is natuurlijk die deling. Hier even hoe Vietnam er na 1954 uitziet. Je ziet die 17e breedtegraad lopen en die verdeelt het land in tweeën, in Noord en in Zuid. Noord-Vietnam werd dus communistisch. Het kwam onder leiding te staan van Ho Chi Minh en het kreeg steun van de communistische grootmachten Sovjet-Unie en vooral China. Zuid-Vietnam daarentegen bleef dus kapitalistisch of in ieder geval sterk anticommunistisch. Dat vond de Amerikanen belangrijk. Het kwam vanaf 1955 onder leiding te staan van Ngo Dinh Diem. En die Diem die was eigenlijk door de Amerikanen naar voren geschoven. Omdat hij zo fel anticommunistisch was en daarom konden de Amerikanen hem goed gebruiken. En Diem deed dus eigenlijk wat de Amerikanen wilden. Hij was dan ook een zogenaamde marionet. En hij werd dus volop gesteund door de Amerikanen. De deling van Vietnam was een feit, maar de strijd was nog lang niet gestreden.